Hoi, goedemiddag. Hier Esther voor Kimia, een filmpje van de tech van oktober. Hij is wat later, maar dat kwam even door familieomstandigheden. Mijn excuses daarvoor. En we gaan hem nu gewoon nog even gezellig maken. Wat hebben we nodig? We hebben vandaag nodig 2 tacks van 8 bij 16 centimeter. Even kijken of ik in beeld zet, ja. 2 daarvan. 2 stukjes mica. En ik heb 2 stukjes gebruikt van 7 bij 13 ongeveer. Maar dat ligt een beetje aan de grootte van je stans. Ja, ik kan het wel laten zien. Ik hoop dat jullie mica kunnen zien. Maar dat is net iets groter dan het stansje wat ik gebruikt heb. Dus daar ook 2 stukjes van. Nou ja, een stansje. De grootte van je label wat je uit kan stansen. Niet te veel gedetailleerd. Want dan kun je niet echt een goed schutkaartje maken. Want dat is wat we gaan doen van de tag. 2 stukjes designpapier van 7,5 bij 15 centimeter. Dus die ook een dubbele versie. Wat schutmateriaal. Ik heb pailletjes en diverse soorten glittertjes om te gebruiken ook. Maar dat is voor later. Dubbelzijdig tape. Ik gebruik een wat dikkere versie. Dit is 2 mm. Je zou ook eventueel een slagje dunner kunnen gebruiken. Dan zit je op de 1,5 of een 1 mm. Dat zou ook kunnen, maar... Ik gebruik de wat dikkere en dan schudt het wat lekkerder. Eventueel dubbelzijdig tape of lijm. Je mes, een lineaal, potlood. Wat hebben we verder nog nodig? Nou ja, je stansapparaat uiteraard. Je kan het ook knippen natuurlijk, maar stansen is wat strakker en wat mooier. Maar daar ben je helemaal vrij in. Eventueel distress inkt als je dat graag gebruikt. En ik heb eventueel een droogtrommeldoekje om het mica wat antistatischer te maken. En eventueel een klein stukje masking tape. En ben ik nog wat vergeten? Een perforator of een gaatjestang. En eventueel ook nog labelrondjes. Niet verplicht, maar vind ik vaak voor de afwerking net wat mooier. Nou, wat gaan we doen? We beginnen met allebei de labels. En daar gaan we 1,5 centimeter van de onderkant afsnijden. Dus dat is niet zo'n heel moeilijk klusje. Maar waarom doe ik dat? Omdat je dan een klein blokje papier kunt gebruiken. Dat vinden sommige mensen fijner als dat een klein blokje is. Groot papier gebruiken kan altijd... Natuurlijk ook. Dus 1,5 centimeter eraf van de onderkant van het label. Dat strookje kan weg. En dat doen we bij de andere label idem dito. Dus van allebei 1,5 centimeter van de onderkant. Dat is die. Dan halen we voorzichtig met een mesje dit labelrondje eraf. Soms komen ze er in zijn geheel af, zoals nu. Maar dat lukt niet altijd. Nou, dat was een lucky shot. Dus die halen we eraf. Vaak leg ik ze wel eventjes netjes op elkaar. Want zoals je misschien kunt zien, zijn die hoekjes niet altijd gelijk. Vaak knip ik dat even bij. Dat ze allebei hetzelfde zijn. Kun je ook op het einde doen. Maar omdat we nu designpapier gaan plakken, is dat handiger om dat nu even te doen. Dan
nemen we het designpapier. Als je wilt distressen, kun je dat nu nog even doen. Niet iedereen gebruikt het. Het is vaak net even iets mooier. Het werkt soms ook wel eens even een oneffenheidje weg. Maar wees daar vrij in wat je zelf wilt natuurlijk. Ik hoop dat het licht trouwens goed is. Ik zit hier heel de tijd op mijn kamer. Netjes het zonnetje schijnt lekker buiten. Ik denk, we gaan hem opnemen. En ik loop nog even naar beneden om een toiletbezoekje te doen. En ik kom terug en het giet. Dus het is hier lekker donker. Deze designpapier gaan we op de labels plakken. En knippen we even de hoekjes van weg. Komt niet heel nauw, maar... Dat is die en deze. Komt daar. Ook weer even distressen. Als je het dan bij het ene doet, moet je het bij alles doen, vind ik. En niet de helft overslaan. Ik maak deze labels met het mooie designpapier van Vintage Bijou. Ik heb daar een paar maandjes terug een scrap and web mee gemaakt. En daar ging onwijs veel papier in. Dus ik bleef maar blokjes bijkopen en nu had ik nog wel het een en ander over. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om die tag dan alsnog in het project van de scrap en web te verwerken. Er kan altijd nog een pocket ingemaakt worden waar die in komt. Deze plakken we even vast. Ik doe het gewoon even met lijm. Vind ik zelf wat handiger en sneller in dit geval. Die komt hier zo op. Dat is nummer 1. En dat doen we ook bij nummer 2. Dus dat doen we zo. Dus nu hebben we 2 labels beplakt met designpapier. Dan gaan we het stukje uitstansen. Ik heb een labeltje, die is een label. Een stansje van 4,3 bij 11,3. En ik vond het wel leuk om zo een vlak uit te stansen. Nu maakt dat natuurlijk een beetje herrie, dus ik heb dat alvast voorgestanst voor jullie. Ik heb allebei de labels op elkaar gelegd. En ik heb het stansje heb ik een beetje vastgeplakt met wat masking tape. Het voordeel daarvan is dat je het kan verwijderen zonder dat je je papier beschadigt, wat ik vaak nog wel even doe. Dat is een tik van mij, denk ik. Ik weet niet of iedereen die mening deelt. Maar ik pak dan een stukje masking tape. En, als ik een stukje pak, dan doe ik het vaak nog even over mijn broek of over mijn vest. Dan plakt hij wat minder. Dus plakt het wat minder goed aan je papier. Je kunt natuurlijk ook schildertape gebruiken, bijvoorbeeld. Maar ik vind dit wat handiger. Dus je stansje zet je vast. En ik heb allebei de labels tegelijk door de stansmachine heen gehaald. Hij pakte ze niet alle 4 tegelijk, maar ik had wel de afdruk.
In mijn tweede label, waar de stans weer moest komen. Dus dan zitten ze allebei gelijk. Natuurlijk moet het zo. Dus niet met de designpapieren op elkaar. Maar bij de ene zit het aan de achterkant en de andere aan de voorkant. Dus stansje erop. Masking tapeje. Stansen. Nou, hup, 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 barbatruc. Daar waren mijn labels. Dit komt hier dus uit. Dus ik doe even de versnelde versie. Deze gaan eruit. Die kun je altijd nog bewaren en daar een leuke label van maken voor in je project. Ook heel leuk. Ik heb het uitgestanste stukje heb ik nog wel even met de distresser gedaan. Distress inkt. En wat ik nou net vergeten zeggen is, je kunt even het rondje aftekenen waar straks het gaatje moet komen. De labeltjes leg je op elkaar. En dan kun je er even een gaatje in maken met een gaatjestang of een perforator. Hou ze op elkaar. Dat ze wel goed zitten, zie ik. In allebei een gaatje. Dan draaien we de labels om. We doen er één tegelijk. Dat is makkelijker. En dan gaan we het dubbelzijdig tape plakken. Foam tape. Nou, dit hangt dus een beetje af van hetgeen wat je erin gaat doen. Maar je kan dus wat dunner of wat dikker pakken. Je kan dit natuurlijk ook met de Fuse proberen. Dat je met de Fuse een schutzakje maakt. En die dan opplakt. Zorg wel dat alle hoekjes netjes afgesloten zijn. Dus dat je schutmateriaal er niet doorheen gaat. Het ligt er ook wel aan wat je gebruikt. Maar als je natuurlijk hele kleine balletjes gaat doen van die mini pearls, die moet je echt zorgen dat er geen gaatje open zit. Want één keer schudden met je kaart en alles loopt eruit. Nu zit ik het verkeerd te doen, bedenk ik me nu. Want dit had dubbelzijdig tape moet zijn en nog geen foam tape. Dus, even in de correctie. Dat we nog af kunnen halen. Nou, ik laat het zitten. Plak hier dus op dubbelzijdig tape. Ik doe het nu even anders. Ik laat hem zitten. Nou, dit is dus dubbelzijdig tape. Dan halen we de beschermfolietjes af. Wat dom van mij. Nou, op zo'n op je dubbelzijdig tape, daar plak je dus nu het mica. Wat je nog even kan doen, als je dat opgeplakt hebt, is even met een droogtrommeldoekje bijvoorbeeld of een antistatisch doekje even je mica schoonmaken. Het voordeel daarvan is dat niet alles, als je glitters hebt bijvoorbeeld, er echt aankleeft. Nou, bij mij zit hij nu net iets lager, maar maakt niet uit. Het komt goed. Bij deze doen we wel even dubbelzijdig tape erop. Laat ik het dan nu wel goed doen.
Dus dubbelzijdig tape op je label. En dan plak je het andere stukje mica op. Want we hadden twee stukjes. Dus hier heb ik nog een stukje. Even schoonmaken met een doekje. En daar komt het foam tape op. Gelukkig heb ik net genoeg. Hij wordt bij mij nu gewoon wat dikker. Even goed opletten met je het rondje, zeg maar, dat dat ook vrij is. Je kunt er altijd een hoekje uitknippen. Bij mij gaat hij precies passen. En die nog aan de onderkant. Dus zorg dat alles netjes goed afgesloten is, dat het, de pailletjes er niet uit kunnen. Nou, dan doen we het schutmateriaal erin. Ik heb hier leuke roze pailletjes. Een beetje oud roze is het. Daar doen we er wat van in. En ik vond het goud wel leuk. Een beetje bling bling. Dus daar doen we er ook een paar van bij. En dan hebben we deze. Joa, pardon. Ik heb geen corona, maar ik moest gewoon even niet. Hè? Dit zijn echt leuke buisjes. Er zitten 5 buisjes glitter in. Met sterretjes of hartjes. Ik heb mijn voorbeeld gemaakt met sterretjes. Dus nu ga ik voor de hartjes. Daar doen we er ook een paar van in. Zo. Nou, dit zo. Je zou nog mini pearls kunnen doen. Maar ik vind niet te roze voor bij mijn papier. Maar die zijn ook zo leuk in schutkaartjes. Nou, vervolgens gaan we het beschermlaagje van het foam tape eraf halen. Kijk uit dat je label niet de verkeerde kant op schiet, want dan ligt alles over de tafel of over de grond. Daar ging die bijna. En dan plakken we nu het label er precies op. Ik neem hem eventjes zo. En schud hem maar. Leuk toch? Op de uitgestanste rondjes plak ik nog 2 labelrondjes. Ik had het gewoon even met een puntje van mijn mes. En die plak ik hier ook precies overheen. Ook aan de andere kant. Zo. En je tag is klaar.
Je kunt hem nog versieren met een leuk lintje. Kijken wat ik in mijn voorraad heb zitten. Mijn voorraad is bijna op. Nee, dat is een grapje. Ja. Ik heb hier een leuk lintje met bruin of roze. Roze, wel erg roze. We nemen hier een stukje van. Leuk van dat kreukellint. Vaak het even opfrommelen wil wel helpen, maar dat ga ik ook nog wel eens heel leuk doen. En dat geeft net even iets meer effect soms. Dus om hem even nat te maken en hem dan te verkreukelen en hem dan te laten drogen. Afknippen. En een stukje touw erbij. Voor een knoopje. Strikje. Ik geloof dat ik dit niet bij de materialen had gezegd. Hè? Dat we nog een stukje lint en een touwtje nodig hadden. Het gaat wel lekker, hè? Maar goed. Het voordeel is dat het niet live is en dat het niet allemaal tegelijk af hoeft. Knoopje erin. Ja. Klaar is hij. Zo. Nou, dit is mijn tag. Super simpel te maken. Je moet alleen soms even weten hoe je het precies moet doen. Ik had hier nog een voorbeeldje gemaakt. Dus met hetzelfde papier, alleen net een ander patroontje. Leuk stukje kaasdoekrietje erbij. Een flesje met ook die sterretjes erin. Leuke tekst. Handmade in my happy place. En de achterkant heb ik gewoon enkel gelaten, zeg maar. Of tenminste niet beplakt. Dan kan ik hem in de scrap en web doen. Daar komt deze dan ook in. Dus ik maak er nog eentje die een beetje identiek is. Ik zie wel dat hier meer pailletjes in zitten dan in die. Nou goed. Lekker bling bling. Ik hou ervan. Ik hoop dat jullie het duidelijk vonden. Sorry voor net het foutje met het foam tape in plaats van het dubbelzijdig tape. Ik hoop dat jullie dezelfde fout niet maken als ik. En ik wens jullie heel veel succes met het maken van de tags. En wij zien ze wel verschijnen op onze Facebookpagina. Het filmpje komt er uiteraard ook op YouTube. En ik sta terug te vinden. Kimja verpakkingen in Arkel. En dan, als je je abonneert daar, dan mis je geen filmpje meer van ons. Het hele team is druk met filmpjes maken en zet ze er allemaal daar ook. Dus kunnen jullie alles terugvinden. Nou, bedankt voor het kijken en succes met maken. Doei!